bid. Have you? Now have you? Yeah. Okay. What's that? Thank you. Okay. Hou je naar zeven? Heel bekend verdedigingsmechanisme. Die witte pion is een betere verdediger van zwarte dan een zwarte pion daar zo. En opeens, ja, ik heb het pion voor, maar heel duidelijk is het niet. Ja. Leuk. Misschien is witte koning wel gevaarlijker of onveiliger dan die voor zwart. En geen dame aan vier. Nee, dan moet je geen dame aan vier doen, maar dan heb je helemaal geen plan meer. Ja, door de F3. Door de F3, oké. Okay. Iedereen is het ermee eens dat dit... Oké, je hebt het pion geholpen, maar ja, goed, de stelling was kansrijk. Het is een beetje zonde van je kans waarschijnlijk. Je hebt geen tijd om een keer A4, A5 te spelen? Ja, waarschijnlijk wel, maar ik heb ook tijd om te verdedigen. Dus te zetten. Het ziet er allemaal niet uit, dat kan niet trouwens. Ja, je hebt inderdaad die tijd al. Partie 5 is graag. Ja, partie 5, partie 6 misschien een pin. Misschien dat je F6 een beetje onder druk kan zetten als je dame G4 doet ofzo. G5, hoor jij? Sorry. Ja, ik zou op die witte velden blijven, G4 denk ik. Oké. Nu lopen die achter. Ik vind het een beetje stom dat die aan het lopen G5, want in de partij dacht ik toch meteen lopen die achter de beste zet was hoor. Dus ik heb eigenlijk twee zetten verloren, maar ik ben er wel. En nu moet je F6 alweer gaan dekken. Maar ook G5. Op G5, ja. Maar goed, anderhalf kom je er vast wel. Ja, A4. Dus. Ja, die vier of zo. Het is niet zo overtuigend meer hoor. Dus zelfs als je. Oké, ik ga twee zetten cadeau van me. Dan doe ik ook eentje. Het is wel. Het wordt wel een stuk lastig om nu doorheen te komen. Maar goed, okay, het zal vast ook wel winnen als je het goed aanpakt. Maar dat is natuurlijk niet wat anders te zien. Dus dit is inderdaad wel het plan, alleen moet ik het even goed voorbereiden. Daar mag G4. Even kijken. Dame G4 en dan toren F3. In plaats van dame H4. Ja, ik kan ook. Maar dan speel ik op toren 3 aan 5. Maar dan moet toren H3 en dan ga ik hem daarna opvangen. Ja, dat kan inderdaad. Ik koos een andere volgorde voor de eerste toren F3. Maar inderdaad, je moet die toren voor op in de strijd gooien. Die toren kan op H5 of als die wil. Gaat die hier wel op? Nee. Dit heeft lopen bij 6. Dan deed ik toren H3. Dan deed ik paard C5. En ik kwam er al getroffen bij grapjes in de stelling natuurlijk. En speel ik dame G4. Dat is echt een heel onnauwkeurige zet nog. Ja, hij gaf hierop. Ik dacht van, oh, ik heb nu het beste gedaan. Want ik draai van hem niet op daar zo. Beetje stop. Maar stel voor je op dame G7. Wat ga ik doen? Je denkt er op tijd zijn als je offert. Ik zie waarschijnlijk sommige mensen denken dan, nee, maar dat hangt toch wel. Dus haar. Die. Paard E6. Met een paard E6. En als je eraf gaat, pak je het pion terug, dan staat het toch nog gedekt. Feit is wel dat hij zo goed als pad staat. Maar feit is ook dat ik niet bij kan in die stukken. Toch even. Ja, precies. Dan haal ik waarschijnlijk net. Maar het probleem is een beetje, als ik wegga naar F3, dan komt daar weer inschakelen. Dus moet je ook eens een keer C3 inlassen. Ondertussen is dat zwak met de toren al hier. Dat is toch niet zo heel overtuigend. Het had me nog wel wat moeilijk kunnen maken, omdat ik niet meteen kan opkomen. Daar maar A4 komt er A5. Komt er A5, ja. Nu heb ik echt heel veel zetten verloren en heeft er nog naar A5 kunnen spelen. Waarom moet je dan wel doen? Ja, weet ik niet. Dat sprak al vandaag, denk ik, had hij al opgegeven. Dus. Heel erg. Ja, dat is echt waar hoor, er is er niks aan gelopen. Ja, wat ik wel zou doen, is een goede vraag. Maar misschien dat ik. Toch geen. Ja.
Ja, dan kan ik weer nog verhaal halen van de toren en de dubbel duwen. Dus waarschijnlijk moet ik een keer terug en dan moet ik mijn witveld als lopen geven, dan moet ik het toch nog een keer gaan proberen ofzo. Nee, dus als je daar down H4. Ja, dan komt dus weer dat verdediging mee dus met H5. Oh ja. En dan toch mis ik heel veel tijd. Dus ik heb het niet zo heel snel aangepakt. Iets snel gespeeld. Ik denk, nou, ik ben er al. Oh, wat goed. Maar dat is niet zo handig. Maar goed, hij gaf op. In deze stemming. En je zag er niet meer zitten, dus... Ja, maar de grap dat je doet, wat je net zei van... Hé, hey, die witte pion is beter verdedigd voor zwart. Dan die zwarte. Ja. Ik herinner me ooit een keer daar tegenhouden dat ik ook gewoon dat niet zag en dus dan opgeeft, terwijl het eigenlijk helemaal fout is. Ja, precies. Ja, het is niet logisch. Hè. Je denkt, ja, die denk je zes staan twee pionnen daar. Je hebt natuurlijk dat die ervoor komt te staan, dat het een stuk moeilijker is. Ja. En hier is dat ook heel duidelijk, omdat het echt heel veel tijd kost voor mij. Ik moet het echt zien te voorkomen, anders krijg je genoeg tijd om eruit te komen. Dus, maar goed, het was allemaal niet nodig. Hij gaat erop en ik heb het een beetje onnauwkeurig gespeeld, maar op zich de rest van de partij was wel... wel redelijk soepel. Je merkt gewoon dat toen hij zijn witveld aan het lopen opgaf, dat hij al het begin, dan maakt hij al een fout. Daarom wordt deze heel sterk. Toen hij nog eens een keer F5 toeliet, is het eigenlijk meteen dus twee dingen waarvan hij niet eens in de gaten dat het fouten waren. Dus wat heb ik eigenlijk fout gedaan? Zegt hij. Van, nou, voor mij daar en daar. Hij zegt, oh, oké, ja, nu zegt, ja, ja, ja. Dus, kun je dan niet naar dame D7, dame H4, A5 en dan daarna gooi je dame toch spelen naar F3? Dame G3. Ja, kan alsnog. Hij moet een beetje oppassen dat het zwart in dit springtje van is. Die of zo, weet je wel niet. Dit is een beetje knurig allemaal. Ja, ik kom tussen al even ingeslaagd dan. Ja, maar het had wel een beetje lopen weggehouden. Die lag natuurlijk niet. Ja, ik weet het, mag natuurlijk niet. Voor die. Ik wil het even, mag helemaal niet. Ja, dit hier of zij. Ik doe hem al H5. Wat? Ah ja, inderdaad. Ik moet even tussendoor slapen, Frederik. Oké hoor. Dame D7, dame H4, H5, dame F3. Hop. Nee, dame F3. Ik ben wel op tijd P6 aan half te dekken. Nee. Dus je moet hem wel terugslaan. Hoe vaak hem terug? Met de dame. Met de dame. Ja. Ja, nu kan ik. Ja. Eerst voor de tijd gewonnen. Dus is dat wel beter. Want ik weet niet hoe makkelijk meer. Ik heb de kritieke ook wel aan te geven van je maakt even een fout. Ja. Het was al niet meer nodig. Sorry. Hij was misschien alleen maar moe. Ja, waarschijnlijk zag hij bij hem niet meer zitten. Hij heeft geen zin voor spelen als mentaal heb je opgegeven eigenlijk. Dus hij heeft nu nog even geen zin. Het is wel een redelijk verschil om zijn nog mee te halen. Ja, dat heb ik niet zoveel tijd meer. Hij had nog een minuut of 6 of zo op een paar zitten en had er geen zin meer in. Ik wist niet wat zijn rating was, dat bleek nog net een 1-200 te zijn. Dus dat ik was iets van, oké, ja, ik snap nu wel een beetje hoe je tijd op speelt. Maar ja goed, het is niet te spelen, zo'n stemming wil ik ook niet spelen, dus daar heb ik helemaal geen zin in. Je hoeft gewoon een excuus op te geven volgens mij. Dat heb ik ook wellicht, dat je gewoon je doet maar wat zetten om in ieder geval reden om op te geven, om de stemming te schakelen. Nou ja. Ik dat was hem. Yes.